Ik ben Christophe Lateren, projectleider Reizen naar Morgen. Ik heb een ontzettend grote passie voor erfgoed en ik ben een trotse bezoeker van Oostende. Ik ben Hubert Rubens, geboren en getogen in Oostende, gepassioneerd door het watererfgoed en al 20 jaar organisator van Oostende voor Anker, het grootste maritiem festival van Vlaanderen. Fantastisch, hè? Wel, het werk zelf is iets heel speciaals, want dat is eigenlijk de plaats waar ik als kind ging gaan spelen. Als Oostendenaar had je een beetje verder Papa Dauphin. Ja. Dat was eigenlijk het strand waar ik van mijn 3 jaar tot mijn 12 jaar gespeeld heb. Op die plek? Op die ongeveer die plek. Het scheelt misschien 100 meters. Ik vind het vooral belangrijk dat dergelijke projecten eigenlijk gebeuren. Ik denk dat het een meerwaarde is om terug te grijpen naar dat belangrijk stuk erfgoed. Ja. Van Ensor. Dat deze projecten echt wel plek vinden, omdat het op een heel eigentijdse manier benaderd is. Opnieuw, of vooral maatschappelijk kritisch, opnieuw. Als je aan elke Belg vraagt of aan elke Vlaming vraagt van wat is uw lievelingsstad aan zee of lievelingsgemeente aan zee, dan kunnen ze dat onmiddellijk benoemen, op een of andere hekke manier. En als je dan doorvraagt van wat is dan de plek voor u, is dat deze plek vanuit de kindertijd, maar dat is voor altijd... Dat is altijd bij iemand, is dat altijd anders bij mensen. Je moet daar wel mee opletten dat we dan een aantal facetten niet vergeten en verloochenen vooral van waarom dat Oostende zo groot geworden is. Want we zijn in eerste instantie een vissershaven die een stad geworden is. Ja. Hey, ik denk, wat je nu aangeeft rond die vissershaven, wat ik dan zelf noem, die ziel van die plek, die ziel van die bestemming van een stad zoals Oostende, we moeten daar toch wel meer op inzetten. Als we zien hoeveel mensen dat er eigenlijk op geconnecteerd worden, hoeveel mensen dat er op die verhaallijnen van een stad zoals deze betrokken zijn, denk ik, we moeten daar veel, veel meer aandacht aan hebben. Omdat we net misschien of dat we net moeten inzetten op die betekenis dat bepaalde zaken kunnen geven aan een... Aan de stad. En een van de mooiste voorbeelden, terug die knipoog naar die visserij, dat is de fameuze trap, de vistrap. Ja, vistrap. Waar dat eigenlijk de visleurders de verse vis aan de man gaan brengen, al dan niet Oostendenaars of niet. Maar wij zijn eigenlijk de enige plaats waar we dat eigenlijk nog hebben. En dat is eigenlijk wat je alleen maar kan zien in Oostende. Dat kan je maar nog bij ons zien. Dus je hebt echt die geschiedenis, ga je gaan omzetten naar iets, een beleving. En die beleving van die vissers, die na een nacht... hard labeu, een garnaal of een schelvis lossen voor je neus, dat is toch wel machtig. Dat is ook weer iets dat je maar in Oostende hebt. Ja, is dat iets die heel fel naar de bezoeker wordt overgebracht? Is dat iets waar dat Oostende mee uitpakt? Want dat is een stuk DNA die ontzettend belangrijk is. Ja. Wordt daar voldoende op ingezet om dat verhaal te vertellen? Ja, wel, dat is een zeer goede vraag, want uiteindelijk heb ik dat ondervonden met Oostende voor Anker. Ja. Wat hebben we gedaan? Vorig jaar, voor de eerste keer, hebben we dat ook opgenomen in het festival. En hebben we eigenlijk mensen leren garnaal pellen, want garnaal pellen wordt hoofdzakelijk daar gedaan. En dus die beleving hebben we wel proberen over te brengen naar de mensen, de bezoekers. Niet alleen de bezoekers in het algemeen, niet Oostendenaars, maar ook de Oostendenaars. Ja. En die hebben daar eigenlijk van genoten. Het feit dat je dat nu vertelt, dat maakt hoe belangrijk dat is dat we wel bepaalde keuzes op vandaag maken. Hè, als stad, als overheid. Denk ik, als ze die keuzes maken, dat eigenlijk voor extreem lang is. En dat toch wel betekenisvol is voor mensen. Als we spreken over de kust, dan hebben we het vooral over dat strand, die zee, die stad of die gemeente die daar dichtbij ligt. Maar dat polderlandschap, dat is toch iets die voor mij magnifiek is. En ik kan mij voorstellen voor heel veel andere mensen dat een bepaalde... De mensen weten eigenlijk niet zozeer van waar dan de polders komen. Nee. Ze hebben dat vergeten dat dat van de modderkring was. Ja. En dat ze dat laten eigenlijk drooglopen hebben om fertile grond te hebben. Die fameuze graaf Jansdijk... Maar dat verhaal vertellen we toch niet altijd? Nee, het is niemand die dat weet. Nee, maar moeten we dat niet meer vertellen? Dat is feit. Moet iedereen... En nu, door het feit dat de mensen meer wandelen... Ja. En dat ze zeggen, we gaan niet altijd in de stad gaan wandelen. Ja. En ontdekken ze eigenlijk dat stukje groen, dat groen lint... Ja. Er is trouwens een stukje groen lint die pas afgewerkt is aan de Overmonde, de oude batterij, Hindenburg-batterij, die nu maar pas klaar is. Ja. En dat is magnifiek. En we hebben dat, maar die geschiedenis kennen de mensen niet. Maar ik denk, er zijn nog andere manieren
andere manieren om een streek te ontdekken, om een regio te ontdekken. Ik vind het wel belangrijk dat we, dat we die nieuwe manieren terug op een innovatieve manier terug activeren. Maar bon, als we al Oostende kunnen leren kennen aan de toeristen en onze Oostendenaars, ja. En we kunnen al uitleggen wat er hier allemaal gebeurde in Oostende, ben ik ervan overtuigd, ja. Dat we dan al iets heel goeds gedaan hebben. Ja, ja.